Goedemiddag allemaal, daar ben ik weer. Zelda Play 20 terug met een nieuwe aflevering van Let's Play Legend of Zelda The Wind Waker in HD. In de vorige aflevering zijn wij in de pitten van 50 trials gegaan en hebben we dus, zeg maar, hier in dit kistje een tribal shard gevonden. Maar deze dungeon gaat verder. Dus met links geschreeuw gaan we gelijk weer verder. Waarom ook niet? Dus we komen nu ook wat moeilijkere vijanden tegen, dus het wordt wat uitdagender. Jullie kunnen schreeuwen wat je willen, maar ik... Nee. Don't, nee. Pas erop. Oh, willen jullie alsjeblieft allemaal even je kop dicht houden? Serieus, dat gekrijs? Al dat gekrijs van jullie, hou nou toch eens eventjes mel, man. Jongen. Oké, nou nog eentje. Je krijgt er de kans niet voor. Oké, nou gelukkig hoef je dus niet te wachten. Oh, er zit er nog eentje. Gelukkig hoef je niet te wachten tot... Ik was te laat met de A-knop. Nou ja, gelukkig hoef je dus niet te wachten tot ze exploderen. Op het moment dat ze neervallen is het al eigenlijk goed genoeg. Dus, ja, je krijgt er toch niks van. Dus je hoeft niet op een explosie te wachten. Dat is makkelijk. Dus, maar ja. Oh, nee. Nee. Volgens mij kun je die ook raken met een hamer. Nee? Oké. Prima. Dan maar gewoon met een ice arrow. Zou een boemerang trouwens ook werken? Dat scheelt mij weer een beetje magie. Vraag mij af of een boemerang werkt. Dat heb ik eigenlijk nog nooit uitgeprobeerd. Oké, laten we eens een boemerang proberen. Oh, moet ik wel even... Ik wil niet gejinkt worden door jou. Nee, boemerang werkt niet. Was te proberen, maar ja, dan heb je dus hier toch magie nodig. Dus als je geen magie meer hebt, dan ben je hier toch wel een beetje screwed. En ik denk dat we nog meer van die beesten tegen gaan komen. Ik zou echt niet weten welke andere item hier ook nog tegen zou kunnen werken. Dus, jammer dat je hier geen magie refill krijgt. Green potion de volgende keer dus wel meenemen. Dus ik hoop dat ik het nou nog ga halen. Dus de spanning zit er nou toch wel een beetje in. Wow. Oké, nou hier hebben we dus zeg maar de hamer voor nodig. Het is niet zo lastig. Dus iedereen eventjes omhoog staan alsjeblieft. Dankjewel. Even allemaal goed luisteren naar mij. Jullie heersen, jullie meester. Ik versteen jullie allemaal. Vinden jullie vast wel zeker niet erg. Doe dit eventjes. Het is jammer dat je die echt... Nee, gewoon swing aanval. Swing! Doe je swing aanval! Hij heeft geen zin om... Op het moment dat hij het niet hoeft te doen, doet hij het. Oké, nou kunnen jullie al eventjes... Je wou me raken, maar helaas. Oké, nou blijf heel eventjes duizelig, hè. Blijf heel eventjes duizelig. Doe ik heel eventjes het licht op jullie schijnen. Dan zijn jullie versteend. En ja, swingaanval. Dat wou ik eigenlijk net ook doen. Waarom dat niet werkte, dat weet ik ook niet. Dus ik weet trouwens niet hoeveel van jullie meespelen op dit moment. Ik bedoel, ja, heel veel mensen hebben Mario Kart 8. En die hebben dus ook, zeg maar, de Wind Waker in HD erbij gekocht. Dus, misschien zijn er inderdaad... Oh, spookies. Dit is dus, zeg maar, de reden waarom dat je de Mero Shield nodig had. De reden dat ze dus, zeg maar, het hebben af hebben gesloten met de... Ja, met de Mero Shield. Dat hebben ze dus speciaal gedaan, zodat jij hier niet vast kan komen te zitten. Want ja, als je dus... Ik ben nogal in de war. Mijn controls zijn dus nou tegenovergestelde. Nou, dit kan ik oplossen door gewoon door het water heen te lopen. Of door het water. Door het licht heen te lopen. En dan heb je dat probleem niet meer. Dus. Nee, maar anders zou je dus vast komen te zitten hier. Omdat deze vijanden die zijn alleen maar te verslaan met licht. Dus. En er zijn gelukkig geen vijanden die je alleen maar kan verslaan met de hookshot. Dus. Vandaar dat ik al zei: de hookshot is nog niet echt nodig. En er zit hier dus een item. Ik vind dit aan de ene kant wel jammer. Want ja, in de HD-versie zit hier dus geen piece of heart. Maar ik vind het wel jammer dat ze dat, zeg maar, veranderd hebben. Want oké, je moet er inderdaad nou een beetje voor battlen. Dat is op zich wel leuk. Maar je kunt het pas zo laat in de game krijgen. Terwijl in de GameCube-versie kon je hem behoorlijk snel krijgen. Ja, het interesseert me niet dat ik maar heel weinig magie heb. Ik ga jullie gewoon met de vuurpijlen raken. Ja, 2-1 schot. Dat werkt goed. Maar die beesten zijn gewoon echt zwaar vervelend. Oké, nou. Wacht eens even, volgens mij deed grandma's soep jouw magie ook niet veel. Niet dat ik me herinner eigenlijk. Oké, eerst jou. Nee! Slechtste plaats ooit! Dat deed pijn. Nee, slechtste plaats weer. Nee! Oh, ik kon net op tijd mijn schild gebruiken, zeg. En jij houdt je botermesje, die ga jij niet vasthouden. Dan geef ik jou iets.
En jij gaat ook gewoon nou neer. Huppakee. Niet schreeuwen. Ja, hier heb je ook een lichtstraal. Je kunt die dingen, zeg maar, je kunt die beesten verlammen door licht eventjes op hun te schijnen. Maar ik vind dat eigenlijk een beetje onnodig. Dus, maar ik weet niet of Granny Soep eigenlijk ook je magiemeter zou vullen. Dus misschien handig om een keertje uit te proberen. Dus straks is meer damage je hebt. Oké. Kom op. Hem ook. Dat scheelt af en toe. Hij zit daar net. Nee, ik kan hem daar net niet raken. Oké. Swingaanval! Nee. Oh. Ik raakte hem per ongeluk met de terugslag. Moet ik wel zeggen, ik heb dat toen bij. Bij Abunai heb ik de Oculus Rift uit mogen proberen. Voor de mensen die het niet weten, een Oculus Rift is een soort van. Console, zeg maar, dat je echt op je. Als een bril draagt. Echt zo'n soort van virtual reality. En op Abunai heb ik die dus uit mogen proberen. En ik zat in een soort van. Ja. Kasteelachtige omgeving. Echt zo'n mijnerskasteel gebeuren. En echt elke beweging die ik met mijn hoofd maakte. Dat gebeurde dus zeg maar ook op dat schermpje wat je op je hoofd hebt. Want ja, je hebt heel dat ding op je hoofd zitten. En het is niet zwaar. Dus heel veel mensen die dachten echt bij hun eigen van ja, zo'n zwaar ding. Dat hoef ik echt niet op mijn hoofd te hebben. Maar dat ding is op zich eigenlijk helemaal niet zwaar. En, jongens. Uh-oh. Nou, oké, weet je wat, Moblins? Ik sla jullie wel eerst eventjes naar de sodomieter. Zijn jullie dan tevreden? Auw. Hun blijkbaar niet. Nou ja, hij slaat ze hem makker. Hé, hoezo ben ik... Oh, nee. Bad timing. Oké, ik heb nog maar 4 hartjes. Moet oppassen. Oh, nee. Oh, dat... Wil dat ik in de cutscene zat, dan raakte je me niet. Zeg je dat? Het ging dwars door me heen. Oh, wat zijn die spoken toch stom, zeg. Heerlijk. Maar goed. Ik had dus die, en op het moment had je dan van die mijnwerkers had je dan echt zitten. Maar in plaats van dat je dan denkt van, oh, het is maar 3D. Het is niet 3D. Het is echt, zeg, ja, het is 3D sowieso. Maar echt, dingen komen echt letterlijk en figuurlijk op je af. Want dat ding, dat zit dus echt over je hele gezichtsveld heen. Dus... Je ziet zeg maar niet meer de kamer waar die in zit. Dat was zo'n aparte ervaring. En dan met bedenken dat sommige mensen daar horrorgames mee spelen. Nou, echt petje af daarvoor hoor. Zoiets zou ik nooit doen. Echt serieus, zoiets zou ik echt niet doen. Ik ga echt geen horrorspel spelen op een Oculus Rift. Daar heb ik echt niet lef. Nee, daar heb ik echt lef niet voor. Dus Oké, nou eerst eventjes die Jinx-skeletjes eventjes uitschakelen. Nee, die Jinx-skeletjes wil ik... Hi. En dan ga ik al eventjes mijn bommen en boomerang combo gebruiken. Oké. Dat verdient een bommetje. Een bommetje. Oké. Hamer erop. Zand erover. Klaar. Oké, jouw beurt. Ook weer. Dat verdient een bommetje. Een bommetje met een boomerang. Ja, anders blijft hij overal dus omheen stuiteren. Vandaar dat ik de boomerang eigenlijk best wel aanraad daarvoor. Oké. Volgens mij was dat al... Oh nee, er leeft nog één zo'n Skelly. Skelly! Ik haat jou. Sterf. Oké. Nou hebben we alles. Oké, volgens mij komen we nou weer in een rustruimte. Tenminste, dat hoop ik wel. Ja hoor, dit is weer een rustruimte. Want het dungeon gaat inderdaad nog dieper. Nou, ik krijg hier weer, ik weet niet hoeveel rubies. Er zitten echt purple rubies zitten ertussen. En blauwe, rode. Waarom dat er de groene tussen zitten, dat zou ik echt niet weten. Maar ja, nogmaals, je hebt die rubies echt nodig. Dus zeker voor iets wat ik wil gaan doen, want ik had heel veel rubies kosten. Dus, maar goed. Ah, kom op! Ah, kom op! Ik wil er eventjes mijn spinaanval... Ah, oh, ik wou mijn spinaanval daar doen. Zo flame. Oh, volgens mij wordt het eigenlijk tijd om even Granny Soep te gebruiken. Serieus, jongens, want... The damage is getting real. Wat zit hier? Hallo? Oh boy. Hey! Nee! Laat me maar rust.
Kom op, naar die gele. Hoppakee, grasmaaier! Oké, nu heb ik een probleem. Ik heb nog maar één hartje en ik wil geen feestje gebruiken. Ik wil granny soep gebruiken. Hamer erop. Oké, dan komt de test. Vult het ook de magie? Jap. Dus waar zat ik me boven te panieken? Echt serieus. Er was helemaal geen reden om te panieken. Maar goed, ons zwaard is nou dus ook sterker, aangezien dat we weer met full health zitten. En het voordeel is ook, we zitten op outset, dus op het moment dat we dit hebben gehaald, hoeven we ons dus ook geen zo... Oké, ik weet wat hier gaat gebeuren. Maar dan hoeven we ons dus ook geen zorgen te maken over dat we dus geen granny soep meer hebben. Als we deze indrukken. Gelijk monsters. Veel monsters. Ik denk dat ik hier eigenlijk beter vuurpijlen voor kan gebruiken. En ondertussen... is mijn effect van mijn soep alweer voorbij. Want ik heb alweer 2 hartjes schade. Maar kom op, serieus. Zagen jullie hoeveel van die wisropes dat waren? En ja, zo heten ze wisropes. Je hebt ook Master Wizro. Hallo. Yeah! Ik vind de grasmaaier vind ik echt leuk. Alleen op het moment dat ze dan zo in één keer tegen je aankomen, dat is minder enthousiast natuurlijk. Oké, ken ik dat nog een keer? Sterf allemaal. Serieus, moet je kijken hoeveel dat ze er wel niet op je afgooien hier. Dat is gewoon echt belachelijk. Oké, ik ga gewoon nog een keer grasmaaien. Jou ook nog. Uh-oh, daar heb ik een probleem. Yeah. Dodging skills. Oké, nou. Jij ook nog eventjes. Waar is dat? Mooi. Echt, dit voelt gewoon bijna alsof dat je Hyrule Warriors aan het spelen bent. Serieus. Op Hyrule Warriors heb je, ik weet niet hoeveel van die beesten die op je afkomen. En dan is het gewoon ook heel erg fijn om... gewoon... ja, zoveel beesten op je af te kunnen... Er komen zoveel beesten op je af en dat je dan zeg maar zoveel beesten gelijk kan mollen. Echt dan mooie gewoon in één klap. Mooie gewoon dus eigenlijk bijna... Uh-oh, hij gaat slaan. Slaat hij hem nou ook? Oh, hij is al dood. Jammer. Ik had eigenlijk wel gehoopt dat hij hem zou slaan. Oké, weet je wat? Ik gooi wel eens even een bom naar je toe. Dat verdient een bommetje. Uh-oh. Wil je niet zo dichtbij komen, alsjeblieft? Oké, weet je wat? Sla hem eerst wel eventjes naar de... Nee! Dank je. Nee, maar er komen dus in één keer zo heel veel van die moblins en kleine skeletons en alles op je af. En je hebt dan ook wat grotere beesten ertussen zitten. Maar gewoon dat je met één aanval gewoon in één keer 40 of 50 of zelfs 100. Het ligt eraan hoe druk dat het wel niet is op sommige plekken. Dat je dat dan in één keer zeg maar zo kan slaan en schuppen. Oh, echt, Hyrule Warriors, ik vind het een geweldig spel. Ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Dus oké, even een bommetje erop. Had ik ze nou allebei? Nee, oh, dat zou wel leuk zijn geweest. Dat verdient een bommetje, een boemerang. Ik zei een boemerang. Oké, ik weet nog niet of hij dood ging door de bom of door de hamer, maar dood is dood. Goed. Volgens mij zijn we nou bijna bij het einde van deze pit. Nog niet dus. Oké. We hebben dus 2 darknuts en 3 moblins. Dit kan leuk worden. Auw. Oké, die hebben we. Als ze tegen elkaar gaan vechten, dan heb ik het liefste. Sorry voor dat zijn armen eraf gaat. Tjaka. Ah, zijn helm die zit er nog op. Oké, ik ben... Auw. Ik ben heel even geconcentreerd naar bezig. Sorry. Auw. Ik neem echt heel veel schade hier. Paas erop, Kai. Oké, heb ik ze allemaal? Op die darknet? Mooi. Poeh, dat was behoorlijk pittig. Ik herinner me volgens mij iets dat er hier dadelijk ergens gewoon 4 darkness of zo nog zaten. Ik weet het niet meer.
Oh, Wizrobes. Als we Wizrobes zijn... Auw. Oké, eerst die Wizrobes. Wat ik wel jammer vind, tot dat niet kan in de GameCube-versie, die kan ik wel begrijpen. Aangezien met de limits en alles wat je ertussen hebt zitten. Maar gewoon dat je niet meer als... dat je niet meer als twee vuurpijlen kan schieten op de GameCube. Inderdaad, ik kan het begrijpen. Maar ik snap het niet, zeg maar, waarom dat dan niet in de HD-versie kan. Ik bedoel, zoiets had gewoon in de HD-versie moeten kunnen. Zo. Oeh, wat zie je er duister uit met die rode oogjes van je. Ach, doe jij nou zomaar een karateschop? Dat mag niet van mij, hè? Ik denk ook dat ik oma soep weer nodig heb. Oké, nou, dat was ook behoorlijk pittig. Ook weer twee darkness erbij. Nou, eens even kijken. Wat zit er in deze ruimte? Heel veel bommen. Oké, we gaan dit spelletje spelen. Dat verdient een bommetje. Auw, dat was te verwachten. Ik probeerde een backjump te doen, maar ik faalde. Bommen genoeg hier in ieder geval. Boom. Oh, daar heb ik ze alle twee. Of niet? Ja, die andere die staat daar nog te huppelen. Huppel. Ah, jammer. Nou ja, dan gooi ik er toch een bommetje op. Hier, vangen. Heb je eindelijk net weer helemaal in elkaar gelijmd en dan komt er weer een bom tegen je. Gemeen, hè? Oh, in de cutscene. Dus... Oh, ik werd wel geraakt. Jammer. Ik had gehoopt dat ik daar niet geraakt zou worden aangezien dat het in de cutscene was. Maar... Helaas. Just my luck, zullen we maar zeggen. Oh boy, dit is de kamer met de vier darknets. Ik heb hier oma Hazoek nodig. En je hebt hier ook nog eens een keertje dat je niet te dicht bij de muren wil blijven zitten. Aangezien dat... Ja. Die beesten die schieten ook nog eens een keer op je. Auw. Oké, oma soep, oma soep, oma soep. Rollen, 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 rollen. Damn, die beesten zijn snel. Oké, zijn armen recht eraf. We geven extra schade op dit moment, dus dat moeten we zeker hebben. Oh, nice, geblokkeerd. Oh, 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 oh. Ah, oké, ik heb schade genomen. Twee hartjes gewoon ook, hè. Sterf. Heb ik ze allemaal? Heb ik ze allemaal? Ik heb ze allemaal! Met mijn twee hartjes. Oké, niet eerlijk, twee hartjes schade, want ik nam net al behoorlijk veel schade door één aanval van zo'n rotbeest. Maar goed, dan kom je eindelijk in de final kamer terecht. Normaal gesproken in de GameCube versie krijg je hier een piece of heart. In de HD versie... krijg je de Hero's Charm. This mythical thingy, dat laat je zien hoeveel energie zeg maar tot de beesten hebben. Die zou ik wel laten zien, maar ja, ik laat hem dadelijk gewoon één keertje zien. En ik zou hem dadelijk ook een keer bij een baas gebruiken. Het enige nadeel wat ik met dat ding heb is op het moment dat je hem wil equippen. Nou zit ik heel eventjes te zoeken waar dat gekke ding zit. Ik zie hem nog niet eens zitten. Kijk daar op boven even. Maar het zorgt er dus zeg maar voor dat je dus zeg maar kan zien hoeveel leven dat zo'n vijand nog heeft. En volgens mij zit hij dan hier. Ja hoor, daar zit hij. Het ziet er namelijk niet uit. Dus op het moment dat ik hem aantik, kijk. Creepy. Geen fan. Maar ik zou dus zeker laten zien wat dat hij doet. Maar dat bewaar ik dus allemaal voor de volgende aflevering. Dus ja, we zijn uit die dungeon. Dus ik ga... Hallo. Ik wil mijn camera pakken, jongens. Oké. Dus ja, ik dank jullie sowieso voor het kijken naar deze aflevering. Dat was de Pit of 50 Trials. Oh, dat was extra vervelend. Dat kan ik jullie wel vertellen. Oh. Maar goed, we hebben het overleefd in ieder geval. Dus we hebben één part van de Triforce en we hebben dus de Hero Charms te pakken gekregen. Eén van de twee items die best wel vervelend zijn te krijgen in de HD-versie. Dus ik dank jullie voor het kijken. Heb je een leukste momentje? Laat het natuurlijk weten in de reactie. Hoop jullie morgen allemaal natuurlijk weer te zien. En laat een like achter als je daar ook de tijd voor hebt. Dit was Zelda Blade 20 en ik hoop jullie morgen dus allemaal weer te zien in een nieuwe aflevering. Dus bedankt voor het kijken, jongens.
Doei! Yeah!